Waarom onderzoek naar longziekten? Het probleem. Eén op de vier sterfgevallen komt door een longziekte. Astma, 71 doden per jaar. COPD, 6877 doden per jaar. 50.000 mensen met ernstige astma hebben medicijnen die niet goed werken. 11.000 baby's per jaar hebben last van hun longen. Elke dag worden 63 mensen in het ziekenhuis opgenomen met een longaanval. Waaronder mijn vader. Elke dag horen 35 kinderen dat ze allergische astma hebben. Voor wie? Voor 1 miljoen mensen in ademnood. De oplossing is onderzoek, maar onderzoek kost veel tijd en veel geld. Onze dromen? Kapotte longen repareren. Een vaccin tegen astma. En betere behandeling bij ernstige longziekten zoals COPD. Ja mensen, gezonde longen van levensbelang. Michael Bouwman, organisator Time to Believe and Time to Remember. In actie voor Longfonds, voorheen Astmafonds.